Ja, Annie van der Veen is een van de ontdekkers, zeg maar, van mijn broer en ik. In ieder geval toen we nog bij mijn amateurclub De Zwaven speelden, heeft hij ons toen eigenlijk, of meer mijn ouders natuurlijk, een beetje begeleid om ons naar Ajax toe te leiden eigenlijk. En daar ken ik dus Jani heel goed van. Hoe lang heb jij meegemaakt in de jeugdopleiding van Ajax? Nou, hij was nooit mijn trainer geweest, maar hij was er wel ook verantwoordelijk voor dat ik gescout werd door Ajax. En dat was mijn jeugdopleiding bij Ajax genoten heb. Jij werd, of jullie werden als eerste benaderd door hem? Ja, nou, dat zeg ik, dat heb je zelf heb je dat natuurlijk niet door. Maar mijn ouders dus, die zijn benaderd door Jani van der Veen. Voor het leuk vonden natuurlijk om bij Ajax te spelen. Nou ja, het antwoord ligt al natuurlijk voor de hand, wat wij gezegd hadden in die tijd. En ja, sindsdien heb ik niet echt veel contact met hem gehad, want hij was geen trainer meer bij Ajax. Hij was gewoon echt full scouting, en vooral dus bij de jeugd. En ik kwam hem natuurlijk wel heel veel langs de lijn tegen als we speelden bij Ajax, of juist met het Noord-Hollands team tegen het Amsterdamse team. En ik moet zeggen, het was een fantastisch aardige vent. En ook zijn vrouwtje, moet ik zeggen, was ook een schat van een mens. Ze waren alle twee zo lief eigenlijk. En ja, ze ademden ook voetbal uit. Alle twee eigenlijk, ook dat vrouwtje eigenlijk. En ook wel eens op de tribune, als ik hier nog, als we hier bij Ajax zaten, naar het eerste te kijken, dan was hij er ook vaak. Ik moet zeggen, ja, we waren hele vriendelijke mensen. Je zegt een warme man. Waar bleek dat uit? Oh, als ik in de spelers omkwam, of als ik hem tegenkwam op het terrein, dan vroeg ik altijd hoe het met me ging. En altijd toonde altijd interesse. Dat is me nog bijgebleven. En ik kwam ook altijd af en toe ook nog bij ze op bezoek, bij hem en zijn vrouw. Aardige mensen. Ze waren heel nauw verbonden met Ajax. En met de spelers die ze eigenlijk bij Ajax binnen hadden gebracht of getraind hadden. Ik geloof dat ik 2 seizoenen nog met hem gespeeld heb. Ten eerste blijft dus de herinnering als voetballer, dus een rots in de branding, een werker, een verre jongen, ondanks zijn kracht en zijn sterkte. Een voetbalfanaat, een voetballiefhebber. Daarbij was hij altijd eerlijk en recht voor zijn raap en gaf ze kritiek zoals het zou moeten zijn. En dat sprak me aan. Nadat hij was overleden is er een ceremonie op de toekomst voor hem gehouden. Jij kwam als was de enige die uit het buitenland hier speciaal voor hem naartoe komt. Dat weet ik niet, maar ik weet dat dat ik het gewoon heel normaal vond. Ik bedoel, als iemand je heel dierbaar is, dan wil je toch laatste respect aan hem brengen. Nou ja, als ik Jani van der Veen, dan zie ik zo'n lief mens. En ook met zijn vrouw, dat zeg ik, die waren altijd samen. Ja, dat we altijd even een zoentje aan mevrouw van Veen. En ik moet zeggen, ja, dat waren gewoon zulke lieve mensen die echt helemaal voor het voetbal leefden. Wat is jouw mooiste herinnering aan Jani van der Veen? Nou, ik heb er vele. Hij heeft altijd een hele grappige lach had hij. En hij was altijd met zijn vrouw. Die met z'n tweeën hadden ze wel veel plezier. Dus dat soort herinneringen heb ik aan Jani.